Buenos días. We zijn zomaar staande gehouden door twee zwaar bewapende politiemannen. Is there a problem driving here? A similar car. Mm-hmm. The other car like this is in a robbery bank. In een land dat berucht is om haar corrupte politie, is dit wel het laatste dat je wilt. Ik ben Kees van der Spek en dit is Oplichters in het Buitenland. Gewapend met een volle portemonnee en een verborgen camera, reis ik als gewone vakantieganger met mijn team de wereld rond. Op zoek naar oplichters die het voorzien hebben op het geld van de argeloze toerist. Vandaag zijn we in Tijuana, Mexico. Een stad pal op de grens met San Diego en een geliefde bestemming voor veel toeristen die het zuidwesten van Amerika aandoen. Vooral dagtoeristen uit de VS en backpackers steken massaal in de weekenden de grens over. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona. Want in Tijuana kun je genieten van de zuidelijke sfeer, van mariachis, tequila's en het uitbundige uitgaansleven van Amerika's directe zuidenburen. Maar Tijuana staat ook bekend om de drugshandel, de prostitutie, de georganiseerde misdaad en de tot op het bot corrupte politie. Hij zegt, ik ga mijn collega's opbellen, dan worden jullie gearresteerd. En ook als je huurauto zonder brandstof komt te staan en je zoekt een benzinepomp om even je jerrycan te vullen, dan kun je iets ontdekken dat in Nederland meteen alle kranten voorpagina's zou halen. Britta uit Haarlem deed in 2008 een dagje Tijuana, terwijl ze met een paar vrienden het zuidwesten van de VS doorreisde. Op straat werd ze uit het niets onterecht beschuldigd en bedreigd door een politieman. Toen ik in San Diego was, dacht ik, ik wil ook even Mexico in. Om daar een stempel van de grenspost te halen. Dus eigenlijk om die reden dacht ik ga naar Tijuana toe. Betty Oostveen uit Oudewater ging met haar gezin naar Cancún, ook Mexico. En ook zij had een uiterst onplezierige ervaring met de lokale politie. Vanuit Cancún zijn we naar Mérida gegaan en daar hebben we een auto gehuurd. Toen werden we aangehouden. Eigenlijk hielden ze elke auto aan en keken ze van zit er een blanke in of zit er een Mexicaan in. Britta en Betty vielen onafhankelijk van elkaar ten prooi aan corrupte politiemannen in Mexico. Een fenomeen waar het Midden-Amerikaanse land berucht om is. Binnen 2 minuten stond er een man naast ons die ging zitten. Ze gingen dreigen met dat je gearresteerd kon worden. Ja, dan denk je van ja, godsend moet ik in de gevangenis in Mexico. Wat moet ik daar en hoe kom je er weer uit en hoe moet je dat allemaal regelen? Je hebt toch geen idee waar je overkomt dan? En toen deed hij zijn rits open van zijn jas en liet hij een badge zien dat hij politieagent is. Loop even mee achter de auto in het donker, uit het licht. En toen zegt hij, hoeveel geld heb je in je portemonnee? En toen schrok ik me dood. En ik barstte meteen in tranen uit. Hij ging zitten. Nee, meisje, niet huilen. Maar ik kan jullie wel arresteren. Daar zat toevallig 800 pesos in. Dat konden we inleveren. En toen kregen we onze rijbewijs terug. Hoeveel geld heb je bij je? Nou ja, ik had overal mijn geld verstopt. Ik denk hier $15, daar $20. En je hebt echt wel het idee dat je een soort in het nauw zit. En ja, wij hadden wel zoiets van, nou weet je, wat we voor de volgende keer. We zorgen dat we een portemonnee hebben waar maar 200 pesos in zit. En toen zei ik $15. Toen zei hij 50. Toen zei ik, nee, 15. Dat was blijkbaar niet interessant genoeg voor hem. Maar ja, we hoopten het nooit meer dat het niet meer zou gebeuren. Het is ook niet meer gebeurd daarna. Maar we hebben ook nooit geen auto meer gehuurd. Want dat gaan we echt nooit meer doen in Mexico. Dat durven we niet meer. Let this be a warning for you guys. Dat zei hij toen.
Dat zei die man. Die riep dat achter ons aan en verder gebeurde er helemaal niks meer bij ons. Nee. Politiemannen die hun machtspositie misbruiken door toeristen te intimideren. Zodat die graag een dreigend bezoekje aan de cel afkopen. Daar komt het op neer in Mexico, als je de verhalen mag geloven. We gaan het precies zo aanpakken als heel veel toeristen hier. In San Diego in Amerika hebben we deze auto gehuurd. Willen we de grens oversteken en in de omgeving van Tijuana een beetje rondjes gaan rijden. Want een Amerikaanse auto met Amerikaanse kentekens, dat zou als een magneet moeten werken voor corrupte politiemensen die wat bij willen verdienen. Wat opvalt is dat er van de VS naar Mexico geen enkele grenscontrole is. Je kunt zo doorrijden. Andersom is het een heel ander verhaal. Er staat de klok rond een enorme rij. De wachttijden kunnen oplopen tot wel 4 uur. En iedere auto wordt door de Amerikaanse douane streng gecontroleerd op drugs. En op Mexicanen, die illegaal bijvoorbeeld in een kofferbak de grens willen oversteken om in de VS hun geluk te beproeven. In Tijuana nemen we eerst een taxichauffeur in vertrouwen. Hij zal op gepaste afstand volgen en onze cameraman Marco meenemen. Collega Marijke en ik spelen de toerist. En na een half uurtje... Sorry? We were lost, I'm sorry. Where are you? Well, we are just tourists, and I wanted to go somewhere in the desert, just driving around. Where are you? Sorry? Where are you? Just driving around. No reason. This is a big one. Okay. Bye. Thank you. Bye-bye. Dat was een hele rare staande houding. En dat de eerste dag. Terwijl ik in Nederland in 30 jaar nog nooit zomaar bestaande gehouden. Het verhaal dat dit een privéweg is, is onzin. Het is gewoon de oprit naar een snelweg. Had hij misschien door dat hij vanuit de taxi in de gaten werd gehouden? Op dag 2 van ons bezoek aan Mexico blijkt dat de staande houding van gisteren geen toevalstreffer was. Want na een half uurtje toeren door de omgeving is het alweer raak. Kogelvrije vesten en een automatisch wapen. Dit ziet er serieuzer uit. Geen wonder dat toeristen geïntimideerd raken. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Cómo se llama? You speak English? A little bit. A little bit. Where are you going? Oh, we were just driving around. Just walking around. Yeah. Is there a problem driving here? No, it's only a similar car. Mm-hmm. The other car like this, it's in a robbery bank. Oh. Yesterday. Can you open the trunk, please? Yes. Hang on. Dit kon wel eens fout aflopen. De verhalen over het planten van drugs bij toeristen schieten door ons hoofd. Maar ze zoeken iemand van een bankoverval? Met zo'n auto, ja, dat is natuurlijk smoes. En dan kijkt één van hen recht in de camera van Marco, die in een taxi op 100 meter afstand stiekem zit te filmen. Enjoy them. Mexico. Thank you. Op de een of andere manier lijken ze betrapt. We komen ermee weg, zonder een cent te hoeven betalen. In 2 dagen, 2 keer, zomaar staande gehouden. De kans dat je dat in Nederland overkomt is nul. Duidelijk is ook dat de politie erg op haar hoede is. Sterker nog, wat opvalt is dat als je in de stad Tijuana rijdt, de politie erg hulpvaardig is. Je beste vriend lijkt het wel. Playas. Thank you.
En ook gedurende de volgende dagen Tijuana valt niets te bespeuren van corrupte agenten die een loer willen draaien. De politie lijkt uitsluitend gefocust op Mexicanen die in de toeristengebieden overlast veroorzaken. Wat is er gaande in Mexico? Onze taxichauffeur heeft zich steeds een beetje op de vlakte gehouden over wat we hier aan het doen zijn. Maar nu we vertrouwd met hem raken, begint hij toch te vertellen. Er is onder de politie recent een grote ommezwaai geweest. Why don't they do it anymore? Why exactly? Why they don't they don't stop keeping stop cars? Yeah. Because the tourists going down a lot. I think that's why. And who told them to stop? Local the mayor, president, they told us that they talked to the chiefs of the police. Now they got a good salary, so they think better. And now they have a like social security too. Mm-hmm. Before they don't have nothing. Okay. If they do it like before now, is there more control on the police? Yeah, and it's like there's still more control and lots of cameras in the streets. Mm-hmm. Slachtoffer Britta uit Haarlem werd 2 jaar geleden aan de voet van dit monument aangesproken door de man die haar afperste en bedreigde. Maar dat zal nou niet zo snel meer gebeuren, want precies aan allebei de kanten staat op een paar meter afstand nu een politiepost. Het wordt hier allemaal heel streng in de gaten gehouden. Het leger is zelfs ingezet om de corruptie onder de politie de kop in te drukken. Why is this so obvious? Oh, because they're against the crime. Because they see before the police, local police, he go with the crime, with the mafia. Yeah. So that's why they come in the federal and the Mexican army outside. This way now is less crime, less the police, they don't stop you a lot too. Before they stopped it everywhere stopped and stuff. Uh-huh. But they control the police? Yeah. No, they do. Maar betekent dit dat je als toerist helemaal niet meer wordt opgelicht in Mexico? En dat alle wetsdienaren opeens heilig zijn geworden? Nee. Het probleem heeft zich na de schoolveegacties verschoven. Er wordt nu op een veel listigere manier geld afgetroggeld van reizigers. En onze taxichauffeur weet daar alles van. But it's never in the newspaper here. They pay money to the reporters, to the newspaper, television. Do you think? Yeah, they do. How do you know? I know. How? I was working in the police department before. Oh, you worked there? Yeah. I was police cop. You were a police cop? Yeah. But like, deze ex-politieman vertelt over een geraffineerde vorm van fraude die misschien nog wel veel meer geld opbrengt dan ze nu dan een toerist staande houden en een paar tientjes aftroggelen. We zijn nu 3 dagen in Tijuana, Mexico, en hebben dankzij onze taxichauffeur ontdekt dat de wijdverbreide corruptie onder de politie inmiddels grotendeels de kop is ingedrukt. Het afpersen en intimideren van toeristen wordt nu streng bestraft. Desondanks zijn we wel in 2 dagen al 2 keer met de smoes staande gehouden. Dat gebeurde op verlaten wegen waar weinig controle is, maar de agenten deden behalve een beetje intimideren niets. Ze leken wel niet te durven. We hebben ook ontdekt dat onze chauffeur voor de omwenteling zelf bij de politie zat. Hij heeft daardoor kennis van andere zaken die nog wel spelen en die eigenlijk geheim zouden moeten blijven. Maar eerst doet hij een boekje open over hoe het er in zijn tijd bij de politie aan toe ging. Toen het afpersen van toeristen nog dagelijkse praktijk was. I pay $500 a week. So they can let me work. Okay.
I can do everything I want. So you had to pay to the heaven, to the chief, $500 a week, so that you can extort the tourists. The tourists and every Mexican and everybody. But I don't understand. Your chief says you have to pay me $500, then you can stop tourists and everybody else. But if you did not pay him, you could also stop them, not? No, no. Well, we also stop if somebody complain. Oh, okay, he would help you. Yeah. They would say, back you up. They say, what's the number of the patrol? No, I don't know. There's nothing I can do. So leave. Next time, be careful. They say. And as a policeman, how much extra money could you make out of the tourists? Oh, a lot of money. A lot of money. How much every month? I'm not sure for month. I'm sure for every day. Every day? Every day, maybe 150 or 200. Dollars? Yeah. And what did you say to the tourists to make them scared? There's a lot of things to do to make them scared. Like, when they have their rental car, and the rental car, they say, you cannot take it to Mexico or Canada. Uh-huh. So that's why, and I told, this car in Mexico is likely to be stolen. So you're going to go to jail for 10 years, 20 years. Oh, wow. Car stolen. They would start crying, huh? So they say, no, it's okay, I pay. How much is the fine? 500, 600, 800. And why did you stop with the police? Because I don't like to do that this way. They say no more for me. Omdat deze bekentenissen onze chauffeur in gevaar zouden kunnen brengen, hebben we hem na afloop expliciet gevraagd of we hem herkenbaar mochten uitzenden op televisie. Dat mocht. Zometeen zal onze chauffeur ons ook nog inwijden in een Mexicaans publiek geheim, waar op dit moment iedere dag vele duizenden mensen door worden gedupeerd. En waarvan hij als ex-politieman ook alles weet. Maar eerst de stad zelf. Want al lopend door Tijuana blijkt dat ondanks de overal aanwezige, ogenschijnlijk correcte politie, heel veel bij het oude is gebleven. Mexico is beroemd vanwege de zilvermijnen. Overal word je op straat aangeklampt door zilververkopers die met een officiële vergunning om hun nek sieraad aan de man proberen te brengen. Selling, my friend. How business? I give it to her. Very good price. What is it? Bracelets. This is my name, Israel Navarro Pineda. It's Israel Navarro Pineda, right? My ID, address, everything. Is it real silver? Yes. Did you know everybody invaded the street? We got a permit to the police, everything with the government. How much do you charge for one bracelet? In the store, you pay more than 65, I give you all total for 40. Four bracelets. Almost another. $40. Yes. And it's all silver? Yes, 9 to 5%. Cross your heart. I cross my heart. This is my name. I never make a liar. That's about $40. It's not veel, eh? Hey. It's nice. So if I give you 20, you walk away? Ay. It's more than 65, my friend. Give me the 40. Give me the money. I give you $10 and 20 euros. Ay. 20 euros? That's like $24. Really? Yeah. Okay. Really? Okay, I believe you. No, ask anybody. Dat lijkt een goede deal. Maar voor de zekerheid lopen we toch maar even bij een juwelier naar binnen. Thank you. Hi, what's that? She buy this on the street. Is it silver or not? Yes, throw them in the garbage. Garbage? How do you see it? How can you tell? Look. Let me show you the silver. This is silver, look. Yeah, so this is garbage. This is garbage. You know for sure. I'm gonna find the guy, okay? Don't tell him, I tell you. Why? Well, because they come down and they hit me. They hit you? Yeah. They kill me. Because I tell you, they're not right, they're not good. Are they really dangerous? Yeah. With us. But you, they don't do nothing. No, I mean to you. Yeah. But they're in a union, see? They're in a union? Yeah. Something happens. Oh, won't you come down and hey,
Oké. Okay. Natuurlijk gaan we direct op zoek naar de verkoper om verhaal te halen. Maar hij is in geen velden of wegen meer te bekennen. Voorlopig. Al zoekend treffen we meer mensen die geld van je willen. Send me some money because I ain't got nowhere to stay. You know, I ain't got no family here. Thank you. God bless you, sir. God bless. Appreciate it. Thank you. Het kan natuurlijk een goedkope bedelsmoes zijn. Maar feit is dat het in deze grensstad wemelt van Mexicanen die ooit illegaal de VS zijn ingekomen en daar soms na jaren, bijvoorbeeld door een simpele verkeersovertreding, tegen de lamp liepen. Ze worden zonder pardon teruggezet. We just got deported, me and my girl. Oh. And we need for, we just trying to see if we get something for the, to pay the motel. To pay the motel? Yeah, we just got deported, you know. De grens speelt een centrale rol in Tijuana. Vanaf de westkust loopt hij pal langs de stad als een ijzeren gordijn helemaal naar het oosten. Duizenden kilometers lang tot aan de Golf van Mexico. Kruisen markeren de plekken waar vluchtelingen door grenswachters zijn neergeschoten. Ondanks de gevaren dromen velen van een sprong naar de overkant, naar Amerika. Als toerist word je op straat continu geconfronteerd met schrijnende verhalen. Because I was raised over there, but they deported me. They deported you? And now I'm stuck over here. My wife fair. Comes, the same thing for them. Your wife lives in America? Yeah. I'm a kid, yeah. You got kids as well? Yeah. I have three girls. Wow. That's sad, man. I have eight in America. And four grandkids. And since when? When were you deported? Like 3 months ago. Three months ago. November last year. Yeah. Wow. Al starend naar de grens aan het einde van deze weg, broeden ze tevergeefs op plannen om terug naar hun gezin te gaan. If somebody has like a way to get you over there, they charge like $5,000-$6,000. But how did they get you over there then? It's the pen, you know? They know the way. They know the way, they know which way. People that study that, you know what I mean? Some of them build tunnels. Wow, dat is een klote, hè? Ja, heel. Ze zitten hier. It's sad news, and you're sitting here watching the border like this. Yeah, we're trying to see how, where, when we can do it. Onze chauffeur neemt ons mee naar Casa del Túnel, een voormalig restaurant pal aan de grens, waar 9 jaar geleden een tunnel is ontdekt. Behind this fence is America. Yes. De tunnel waardoor duizenden Mexicanen illegaal de VS binnenkwamen is helemaal dichtgestort met cement. Het was een tunnel van maar hooguit 100 meter tot de parkeerplaats van een Amerikaanse supermarkt. Je kunt bijna Amerika aanraken. En dan snap je ook wel waarom al die mensen je aanspreken op straat. Want het is zo dichtbij. En ze denken dat daar alles is en daar niks. Where would the end of the tunnel be then? Like in the middle of the parking lot. In the middle of the parking lot? Very, very close. And how did they cover it? They put in a big truck. Mm-hmm. For the home. In the bottom? Yeah. Een paar honderd meter verderop loopt deze zogenaamde storm drain langs de grens. Ook hier weer vele gelukzoekers die toeristen aanklampen. I'm not afraid. How many people will succeed in trying to get over this fence? Who knows? You know, sometimes, like myself, you know, sometimes, like I've been deported like for 5-6 times. How did you manage to cross? We just jumped the fence, you know, and you know, tried to avoid the cops. De uitzichtloosheid werkt extreem drugsgebruik in de hand. We feel his presence all around. Fire in the sky.
sky. Met een Nederlands paspoort is het geen enkel probleem om de grens over te steken. De enige hobbel is die enorme lange rij voor de douane, met wachttijden tot wel 4 uur. What's happening? Huh? The border. Er roept iemand wat naar me. Het is een taxichauffeur die wat in de aanbieding lijkt te hebben. De pharmacy? Ja. De fastpass? Ja, de fastpass. De dokter? Fastpass. En how does it work? Ja, de dokter. If you buy a fastpass, and what happens then? I don't know. Ik begrijp er echt helemaal niks van. Waarom moet ik opeens naar een dokter en wat is een fastpass? Onze eigen taxichauffeur komt erbij staan. It means if you want to go fast from the border. Yes. You can get a fast pass. Here. No, not here. It's the you can get it in the pharmacies or doctors. And how does it work, a fast pass? Een fastpass is een nooddocument speciaal voor medische spoedgevallen die snel de grens naar Amerika over moeten, omdat ze daar bijvoorbeeld moeten worden opgenomen in een ziekenhuis. Het verschaft exclusieve toegang tot een soort ambulancebaan bij de grens. Via deze speciale medical lane omzeil je de urenlange wachtrij. Maar ik ben helemaal geen spoedgeval. Onze chauffeur laat zien hoe de vork in de steel zit. Er bestaat in Tijuana een illegale handel in fastpassen, waaraan artsen, taxichauffeurs en apotheken veel bij verdienen. Volgens hem kan ook ik, gewoon gezond, eenvoudig zo'n nooddocument bemachtigen. Hij neemt me mee naar een arts in de stad en ik hoef alleen maar te zeggen dat ik een zere keel heb. Yeah, I got a sore throat and I heard that we can get a fast pass. Oh yeah. Please. It's an incredible long line. Voor de vorm eerst het vragenlijstje. Are you coughing? Yeah. Yeah? Have you had fever? No. No? Are you allergic to any medication? No. No? Have you had any kind of surgery? No. Have you had any blood transfusions? No. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marijuana. Oh, welcome to Tijuana. Oh, it's from Nemius spec. Yeah. I'm gonna prescribe some capsules and some tablets, okay? Okay. Thank you, this is echt helemaal niks. Si, vamos a saber que aquí tendrás actitudes. Yeah. Yeah. Dollar. American. Yes. American. And this is the medicine? For prescription. Yes. Yes. Mm-hmm. And the fastpass? Okay. Okay. En dan opeens ben ik de bezitter van een echte fastpass. Ik ben zo ziek dat ik pijlsnel terug naar de VS moet. Bij een apotheek kan ik op recept ook nog antibiotica halen. Een uurtje later laat onze chauffeur zien hoe corrupt dit systeem is. Hij gaat terug naar de dokter. En cameraman Marco, die net niet binnen is geweest, loopt even met hem mee. Ga maar niet thuis, maar. How about it? Cornelis van Bespek. Let me see. And they, she wanted to say, check how much money. $40. Yeah. That's a good deal. Het systeem is zo lek als een mandje en laat zien dat de corruptie in Mexico nog steeds hoogtij viert. Maar het kan nog makkelijker, als je de juiste mensen maar weet te vinden in Tijuana. Hey, is it also true that you can buy fast passes here? Yeah. Yeah? Yeah, you can buy it for $30 right now. 30? Yeah. Only $30? $30, yeah. Okay. You take it on your... And you get 10 of it? I got 3. 3? No problem. 10%, yes. Something is good, you know? Yes.
Deze man neemt me rechtstreeks mee naar een farmacie. Een farmacie annex drankwinkel. En na een kort overlegje met de apotheker... Oké, dit is de deal. He requests you to buy some merchandise from his store. And you pay for this one. And you only pay $10 for the extra for the pass. Maar de apotheker is nog niet tevreden. You need some more? Just a little bit. I have to buy some more. Because it's not a $30 yet. Oh, okay. Wait. This is enough? Yeah, you pass. Together, okay. Pass. De apotheker heeft, net als de arts, ook toegang tot het computersysteem van de nooddocumenten. Ik moet nog even mijn kenteken doorgeven. En daar is mijn tweede fastpass. Geen nep medisch onderzoek, maar gewoon een fles sterke drank. De fastpass, bedoeld voor mensen in nood, is een ordinaire melkkoe voor apothekers, artsen en chauffeurs. Intussen houden we onze ogen steeds goed open voor de zilververkoper die ons gisteren beduvelde. Als dan opeens... I see him there, I think. He's talking with the lady, he's trying to sell now. I see him. Oh, yeah. Wacht. We zijn in Tijuana, Mexico, al 2 dagen op zoek naar een man die ons nepzilver verkocht. Hij maakt deel uit van een groep straatventers die met officiële vergunningen sieraden aan de man brengen. En het is all silver? Yes, 95%. Cross your heart. I cross my heart. This is my name. I never make a liar. Een erkende juwelier vertelde ons dat ze een soort bende vormen. Is het zilver of not? Yes, throw them in the garbage. Garbage? En dat ze niet terugdeinzen voor geweld. In het centrum... zien we de oplichter dan weer. Hij staat op het punt een andere toerist nepzilver te verkopen. Ja, waar is hij? Dit is hem, hè? Ja. Sir, una regalada. I want my money back. You sell fake silver. Oh, I'll give you your money back. I have it tested yesterday. It's fake. Don't buy it. I have it tested with a jewelry. It's fake. You know it. You said cross my heart. Why? Why do you tell everybody it's silver? Papa, it's filigrana. It's filigrana. You speak very good English. Don't tell them it's real. Okay, okay. I'm sorry. Okay. Hij is wel erg hardleers. Maar een toevallig passerende agent ziet het. En haalt meteen zijn collega's erbij. En dan wordt eens te meer duidelijk dat er sprake is van een ommezwaai binnen de politie. ID. I only have a driver's license. Oh, is oké, is oké. Ja? Men is er niet meer om toeristen te intimideren en te bestelen. De oplichter krijgt een berisping en ik word in bescherming genomen. Oké, okay, sir. Thank you. Okay. Sorry and the people. Gracias. Bye, Julio. Welcome in Mexico. Thank you. Next time welcome in Holland, hè? Maar is er dan echt geen sprake meer van corruptie in Mexico? Toch wel. En hoe? Er wordt nog steeds heel veel geld verdiend aan het bestelen van toeristen. Alleen speelt zich het nu af op een heel ander niveau. Veel doortrapter, veel onopvallender en veel lucratiever. We ontdekken deze vorm van oplichting bij toeval. Het valt ons op dat onze chauffeur en ex-politieman systematisch bepaalde benzinepompen mijt als hij wil tanken. So wait, you have different kind of gas stations here? No. So how do they honest? They're honest people. Yes. And this one is more honest. Like they give you
what you pay. Yeah. Real leader. Okay. And the other places they give you less. How do you know? When you pay. That's bad, because they say it's 1 liter, but it's less than a liter. Yeah. They lie. But how can they do it? It's not calibrated. In the machine. Yeah. No calibrating. Okay. You were telling me about the calibration, so they have calibrating people. How does it work? When they're coming, the people to check in the gas station. Yes. Somebody call them, the managers, and they say they're gonna go check in the gas station. So this guy, I'm not sure if they're keeping money or somebody move the machines. Yes. And they put it back. Put it back when they come in to check in, they're good. Yeah. When they go on, they put it again to steal gas, to steal money. See, it's never in the newspaper here. They pay money. They pay money to the reporters, to the newspaper, television. Do you think? Yeah, they do. How do you know? I know. Ja, de enige manier om vast te stellen of er echt sprake is van fraude en hoe groot die is, is natuurlijk gewoon de proef op de somnemer. We doen gewoon net alsof we gestrand zijn met onze eigen auto, omdat er geen benzine meer in zat. Dat we een taxi hebben genomen, dat we met deze jerrycan benzine gaan halen. Hier gaat precies 5 gallon in, dat is 18,9 liter. Dat zou het moeten bewijzen. Dit is volgens de ex-politieman zo'n gemanipuleerd tankstation. Het is van staatsbedrijf Pemex, waar de lokale franchiser de boel zou manipuleren. Deze pompbediende heeft niet goed naar de jerrycan gekeken. Ze heeft de meter ingesteld op 20 liter. En dat zou helemaal niet moeten passen, want er kan immers maar 18,9 liter in. Dat is ruim 1 liter te veel dus. Dit zijn fraudeurs. Je betaalt 20 liter, maar je krijgt 18,9 liter. Als dit in Nederland zou gebeuren, zou het land te klein zijn. How is that possible? It's by you. She says that his problem because maybe the manager, they can keep his papers. So the manager. Binnen een minuut is daar de manager. This is 18,9 liter and here it says 20. That's 1 liter extra. Why? Okay. Los galones de gasolina son de plástico. El plástico con la gasolina se adelgaza. No. No. You didn't say that? I understand. Yeah. She says the plastic and the gasoline, they have a reaction. Yeah. It's not true. This one is specially made for gasoline. Look. Sí, yo bajo y yo le hago una prueba para que vea que la máquina está bien calibrada. You say that, well, the first they tell her they charge only 19. So I pay 1 liter less, okay? Dat ik zo makkelijk mijn geld terugkrijg, zegt natuurlijk genoeg. So that's 1 liter extra. Yeah. They give you back the money? Yeah. That's what they want to do. This. But that's. If you tell them, they do like that. They say, okay, give me back. Yeah, but you know how much extra money they can make in 1 day? Yeah. A lot. Voor de zekerheid willen we toch even het verhaal checken over de chemische reactie tussen de benzine en de jerrycan. Onze chauffeur neemt ons daarom mee naar een andere Pemex-pomp, waar de eigenaar volgens hem wel eerlijk is. Als deze pomp oké is, moet de teller dus rond de 18,9 liter stoppen. En? Niks aan de hand dus. Het bewijs is geleverd. Ja, dat is correct. It's correct. Onze chauffeur weet uit zijn politietijd dat bij meer dan de helft van de tankstations wordt gefraudeerd. En om die nogal stevige stelling te staven, neemt hij ons mee naar nog een fraudeur in de stad.
Dat is bijna 1,5 liter verschil. Zeg maar een grote colafles op een halve tank benzine. How is this possible? Look. Your liter is smaller. Is it true? Is your liter smaller than a real liter? Ze spreekt geen Engels, maar reageert behoorlijk betrapt. Is your manager there? This is crazy. Maar de manager staat verderop al te kijken. Hij wordt snel bijgepraat en ruikt duidelijk onraad. You speak English? A little bit. Okay, I explain to you. Listen. We needed gas and he helped us out. Yeah. And to fill this tank. Yes. Yeah. 20.3 liters. Yes. This tank is only 80.9. How is it possible? So it's a liter and a half too many. So is there smaller liters in your tank? Maybe the machine is bad. But don't worry. No, I know, but listen. We can take it. No, I know. Don't worry. No. It's bad. It's bad. I close the machine and come the... I never see this before, because this is holy, of course. Yes, okay. Calibrations. Hij geeft alles toe en wil nu zo snel mogelijk van me af. Wow. You have a reason. Yeah. I understand you. You're a customer. I take my gas and I'm sorry. Tienes la gas. I pay for the 18.9 liters. Okay? That's it. Because that's fair. That's it. Okay. Help me calculating. Yes. One day. Yeah. You have 1,000 customers. Yeah. Yeah? Every $20 1 liter. So $1,000 every day. That's $350,000 a year. That's a lot of money. That's a lot of money. Yes. Whoa. I understand you. Yeah. Okay. I understand you. Zomaar een benzinepomp in Tijuana. Aan het eind van het jaar is hier iemand die misschien wel een paar ton in zijn zak steekt. Money.